Ik ben Niels Koopman en ik ben docent klassieke talen op het vierde gymnasium. En de klassieke talen zijn Grieks en Latijn. Grieks is een speciale taal en dat geldt trouwens ook voor Latijn. Omdat het zogeheten dode talen zijn. Dat zijn talen die dus niet meer worden gesproken door mensen. Nou, Grieks en Latijn nemen op het vierde een grote rol in. In die zin dat je veel uren Grieks en Latijn hebt. Je moet er wel echt veel voor leren, want het is wel gewoon echt wel heel anders. Maar ik heb er gewoon heel veel plezier in het leren, omdat ik het zo leuk vind. Het is niet mijn favoriete vak, maar ik vind het op zich wel interessant om te leren over bijvoorbeeld de cultuur in die tijd. Ja, ik vind het eigenlijk ook best leuk. Het is wel moeilijk en het kost wel veel tijd, want je moet steeds alle woorden herhalen. Maar het is uiteindelijk best wel een leuk gevoel als je gewoon teksten kan vertalen en zo. En als je gewoon vanaf de eerste goed begint je best te doen, altijd oplet, je huiswerk maakt, dan is het gewoon net als elk ander vak gewoon dingen uit je hoofd leren. En ja, ik denk wel eigenlijk dat dat me kan gaan lukken. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel andere dingen belangrijk voor het vierde gymnasium, zoals film of drama. Dus het is eigenlijk één van de vele vakken. Maar als je een gymnasiumdiploma wil hebben, moet je natuurlijk eindexamen doen in Grieks of Latijn. En in die zin vormen Grieks en Latijn wel belangrijke vakken. Op het vierde gymnasium is theater net zo'n belangrijk vak als alle andere vakken. In de onderbouw, in klas 1, 2 en 3, heeft iedereen theater als vak. En dan leer je zelf spelen, dat helemaal niet zo moeilijk is als je misschien van tevoren dacht. En dat voor die groep staan ook helemaal niet zo eng is als je misschien wel dacht, als je tenminste weet waar je op moet letten. En in de bovenbouw kun je kiezen. Als je wil, kun je zelfs eindexamen doen in theater. Ik ben Demer en ik heb het vak theater gekozen. Ik zit nu in klas 5 en bij theater ben je eigenlijk steeds met andere dingen bezig. Je gaat zelf spelen en je gaat analyseren en je doet de hele tijd andere opdrachten. En ik doe ook mee aan schooltoneel en we zijn nu bezig met Medea, dus een Griekse tragedie. En het wordt heel leuk. Ik raad aan om te komen kijken. Wat ik heel leuk vind aan het vak film is dat het aan de ene kant heel creatief is. Dus leerlingen mogen zelf dingen bedenken en maken. Maar we zijn ook heel theoretisch bezig. Dus we hebben het over filmgeschiedenis, over kunstgeschiedenis. En je bent aan het samenwerken. Dus je leert eigenlijk op heel veel verschillende vlakken leer je van alles. En mijn lievelingsvak is film. Want je krijgt er heel veel vrijheid en je mag heel veel experimenteren. En het is een creatief vak. En ja, daar krijg je ook heel veel vrijheid in. En wat is het leuke aan mijn vak? Omdat wij hele mooie vakken hebben als filosofie, maar ook drama. En we hebben hier film als eindexamenvak. En geschiedenis doen we daar ook dingen mee. En we zijn vooral heel erg veel met het verleden bezig. En dan zie je dat Julius Caesar geen aardige man was, maar dat Hitler dat ook niet was. En dat er misschien zelfs nu mensen zijn die niet aardig zijn. En dan zie je een soort patroon ontstaan. En ik hoop dat mijn leerlingen, als ze examen hebben gedaan, een beetje in de gaten hebben hoe de wereld van nu uit het verleden voortkomt. Ik ben Janus en ik zit in de vierde en ik ben de CEO van Artes. En Artes is eigenlijk de eindbaas van het geld van alle culturele activiteiten zoals Kunst Extra en de Klimaatclub. Dus alle clubjes die leveren eigenlijk een begroting in en wij kijken dan of dat past in het budget van de school. Ik ben Max, ik zit in de zesde klas. Ik ben Zee, ik zit ook in de zesde klas. Wij zijn van de Klimaatclub. En wat we als Klimaatclub doen is eigenlijk op de school meer bewustwording creëren voor klimaatverandering en alles wat daarmee te maken heeft. Het is een club waar we zeg maar gewoon samenkomen met allemaal mensen die het leuk vinden om te tekenen en kunst te maken. En dan bedenken we onze eigen projecten en maken we daarmee dan tentoonstellingen of proberen we daarmee nieuwe leden te vinden. En dan gaan we gewoon, het is gewoon kunst maken omdat we het leuk vinden. Hoi, ik ben Rasha, ik ben 17 jaar en ik zit in klas 6. Ik zit sinds de derde klas in de podiumgroep. Dat is een groep die twee keer per jaar muzikale avonden organiseert op het vierde gymnasium. Ik wist dat het niet heel veel tijd zou kosten, dus daarom ben ik daarmee begonnen. Uiteindelijk ben ik uit gaan breiden naar helpen met meer activiteiten. Verder vind ik het eigenlijk wel een hele mooie kans, omdat dit echt een uniek systeem is.
Ik had toen ik hier op school kwam in klas 1 niet verwacht dat ik zulke mooie mogelijkheden zou krijgen op deze school. En eigenlijk vind ik het dus best wel leuk dat ik dit mocht doen in klas 2. En wat ook nog heel leuk is aan de Klimaatclub is dat je in contact komt met leerlingen uit alle jaarlagen eigenlijk. Dus je gaat opeens om met veel meer mensen dan je normaal zou kennen uit alleen je eigen jaarlaag. En ja, ik heb ervan genoten en ik denk ook dat heel veel andere leerlingen het moeten doen. Omdat je heel erg een band creëert met de docenten en meer leerlingen om je heen van verschillende jaarlagen. En het is gewoon een heel gezellig iets. Ja. Ik vind het vierde gymnasium een hele gezellige en vriendelijke en leuke school. Volgens mij gaan de leraren heel erg goed om met de leerlingen op een hele vriendelijke manier. Er heerst echt een goede sfeer waar je veel dingen kunt leren. Ik kwam hier en ik was echt zo van, oh, het is hier heel gezellig en de docenten zijn heel aardig. En ik voelde me gewoon zeg maar soort van thuis en dan, dat had ik niet bij andere scholen, dus dat vond ik echt wel fijn. Ja, ik ben eigenlijk 6 jaar lang heel enthousiast door school gaan lopen. Ik heb nooit echt een moment gehad dat ik dacht van, oh, shit, van ik vind dit echt heel irritant. Niet iedereen let op je en je kan gewoon je eigen ding doen zonder dat je te veel aandacht krijgt van mensen om je heen. Of je nou een eerste klasser bent of een zesde klasser. Wat ik leuk vind aan het vierde is dat de school een hele fijne sfeer heeft. En dat ik als docent heel leuk contact heb met leerlingen en dat we heel veel toffe dingen doen. Het is echt een leuke school. Grieks en Latijn zelfs. Veel kinderen denken dat het echt heel moeilijk is, maar het valt echt mee. Als je gewoon je best doet en gewoon goed oplet, dan kan het makkelijk. Leuk aan het vierde gymnasium. Iedereen zegt er nu en jij tegen elkaar. Al ben je nog zo oud, je zegt nu en jij. Dus in mijn geval, ik ben Nico, dan ben ik helemaal niet oud. Maar stel dat ik oud was, dan nog zeg je Nico tegen mij. Maar het is vooral een hele vriendelijke en aardige school waar mensen op een respectvolle manier met elkaar omgaan. En we maken natuurlijk ook ieder jaar op school een grote voorstelling waar je aan mee kunt doen als je dat heel erg leuk vindt. Dus als je een gymnasium zoekt en je vindt theater interessant, dan moet je echt naar het vierde gymnasium. Ja, ik vond het in het begin wel spannend, want het waren allemaal nieuwe kinderen en nieuwe vakken. Maar wat ik fijn vond, was dat er een introductieweek was met je klas, met de hele eerste klas, maar dat je veel met je klas ging doen. En dat hielp voor mij wel om de spanning eruit te krijgen. Ja. Maar je voelt je wel echt opeens wel weer best wel weer kleiner. Op de basisschool ben je gewoon echt zo de oudste en nu ben je weer de kleinste. Ja, het is wel veel meer huiswerk dan wij kregen op de basisschool. En ja, het is veel leren, hoe ver weken. Nou, ik had eigenlijk eerst heel veel zin in huiswerk, want ik had nooit huiswerk gehad. En ik dacht, ja, ga ik me gewoon nooit meer vervelen. En dan heb ik gewoon, dan denk ik, kan ik weer gewoon, ja, moet ik iets doen of zo? Ik had er echt heel veel zin in. Het is misschien soms dat je denkt van oké, dit is te moeilijk, hoe moet ik dit doen, hoe moet ik het aanpakken. Maar als je echt je tijd erin steekt en je best doet, dan komt het echt wel goed. En het is ook niet per se veel of zo, maar het kost wel gewoon echt tijd. Bedankt voor het kijken en ik heb nog een tip. Wees niet bang om nieuwe vrienden te maken.